ingebrachte fietsjes. Stukje kunst onder de noemer van een fietskerkhof te realiseren in Almelo. En vraagt zich af, ja, wat moet dat nou zijn? Dat wil ik u straks graag op een foto echt heel, heel mooi laten zien. Het is echt iets heel moois. Het is nergens in Nederland nog te vinden. Dus het is uniek voor Almelo, denk ik. Maar ik heb zoiets van, kom met die waarjongens aan het werk zitten. Laten we investeren in waarjong. Inzetten in een project. In de Biep gebeurt het eigenlijk al met mensen van de Avelijn. Laat ze klaarstaan binnen zo'n. Gebeurt binnen de Biep onder andere. En dan kunnen ze verder stromen naar de betaalde baan. En of het nu de horeca is of misschien hier in het gemeentehuis wel in de catering. In principe is de werkvolk genoeg. Alleen het is het herbudgeteren. Ook al is het landelijk geld zoals de waarjongens, wat ik net in de gemeenteraad ook heb bepleit. Maar het geld van de waarjongens inzet richting arbeidsmarkt. En de rest kwijtscheldingen waarvan investeren in armoede. Investeren in werkgelegenheid. Lost het de armoede vanzelf op? Hebben wij een nieuw woonconcept ontwikkeld. Waar de zintuigen van de senioren worden geprikkeld. Een luie trap waar mensen in beweging blijven. En veel groen waardoor men zich ook fijn voelt om te wonen. Graag willen wij dat nader toelichten aan onze tafel. Dan staan de woningen gebouwd. Dan blijft die woningen blijven gewoon staan dan. Oorspronkelijke plan is dat de kanaal weggetrokken wordt. Ja, maar weet je. Kijk, het eerste burgerinitiatief om het kanaal door te trekken dateert van 1985. Dag gewoon, de mensen elkaar kunnen groeten. Hey, hallo, dag meneer burgemeester. Of dat je zo met elkaar aan de praat komt. Een wasseretse, ook om contact onderling te stimuleren met mensen, om daar naartoe te gaan. Nou, jij stel. Nou, ik vind zomerconferentie of een winterconferentie wel leuk. Dat is gewoon misschien op het marktplein en daar meerdere workshops neer te zetten door deelnemers, gewoon dus door de normale mens. En dan gewoon het zomer, drie keer in de drie maanden, de winter, de lente en de herfst. En ik vind dat bij dit alles een stadsdichter past, die in proza of poëzie, gevraagd en ongevraagd, kont doet, verslag doet van de kleine of grote gebeurtenissen in de stad aan de Aa.